welkom bij deze nieuwe aflevering van Kaap de Keuken. Vandaag gaan we weer een gerechtje koken met de verrassingsingrediënten uit deze tas. Is toch selderij of zo? Walnoten? Ja, ik heb wel een idee. Spaghetti met tomaat en basilicum. Basilicum. Oh, daar is het plantje. Oh. Oké, we kunnen zo. Daar. En als laatste... De iPad. Ja. Top. Heb jij wel spaghetti gemaakt? Ja, natuurlijk. Ik niet hoor. Komt goed. Wacht. Ik voel nog één ding. Zit er nog iets in? Knoflook. Dan gaan we nu even de instructievideo bekijken. Ja. Het ziet er niet heel moeilijk uit. Nee. Dat moeten we wel kunnen, toch? Ik val de ui wel en dan stijk ik hem ook, want ik weet echt niet hoe je blikselderij moet snijden. Dus doe jij dat maar eventjes. Top. Maar eerst handen wassen. Yes. Heb je al een idee hoe dat gaat snijden? Nee, niet echt. Ik zoek het wel even op de iPad. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Welke snijtechniek gebruik jij nou? De klauwtechniek, want als rug is een beetje omhoog. Volgende stap is knoflook pellen en olie verwarmen in een pan. Zullen we een andere pan gebruiken? Nee, deze kan wel volgens mij. Oké, knoflook pellen. Dat kan ik. Oké. En doe jij dan de ui? De ui is al soort van bijna glazig, dus de knoflook mag erbij. Kom op! Oké, dan ga ik nu een pan pakken om het water even op te zetten. Ja, die is wel goed. Ik denk dat de tomaten er wel bij kunnen. Top. Nou, het water kookt, dus we gaan nu de hoeveelheid spaghetti afmeten. En dat doen we met het eetmaatje. Wat is een eetmaatje? Het is een soort ding waarmee je de juiste hoeveelheid, in dit geval spaghetti, voor het aantal personen, dus wij zijn met z'n tweeën, kan afmeten. En dat is eigenlijk tegen voedselverspilling. Dus dan kan je niet te veel koken en hoef je niks weg te gooien. Dat is echt super handig. Ja. En je gaat even kijken, want hier zitten dan twee rondjes en wij zijn dan met z'n tweeën, zeg maar. Dus dan kan je zo kijken hoeveel je nodig hebt. Volgens mij is dit wel goed. Nog één. Nog één. Nee, zo goed. Moet de deksel erop? Nee. Wat is de volgende stap? De walnoten breken en de basilicum wassen en schurren. Mijn moeder doet altijd een beetje zout bij de spaghetti, maar moet dat wel of niet? Nou, het is eigenlijk helemaal niet nodig, want zout is super ongezond voor je. En de saus geeft al best wel veel smaak, dus... Ik ben best wel benieuwd hoe deze pasta smaakt met walnoten als versiering. Volgens mij is het niet bedoeld als versiering, maar als vleesvervanger. Want er zit nu geen vlees bij. En normaal zit er gehakt vaak in de saus, toch? Oh. Dus ik denk dat het daarvoor is. Ja. Oh, de spaghetti is klaar. Dan moeten we het toch hierbij doen, of niet? Nee, het hoeft. Ik denk dat je eerst gewoon af moet gieten. En dat we het daarna gewoon op de borden kunnen doen. Want het is verder is het klaar. Dan moeten we alles opscheppen. Ja, we zijn klaar. Yes! Tadaa! Nou, dit is het eindresultaat. En zou je vaker pasta maken? Ja, denk het wel. Het was echt heel makkelijk om te maken. En mijn broertje houdt heel erg van pasta, dus ik ga het zeker een keer voor hem maken. Nou. Laten we maar gaan proeven. Yes. Ik doe een beetje kaas erbij, dat is wel lekker. Ik ook. Steek hem eigenlijk gewoon ergens in en dan draai je zo. Ja. Ik vind het echt super lekker. Mm-hmm. De walnoten smaken eigenlijk best wel lekker. Proef je nog wat van de bleekselderij? Proef je natuurlijk wel, maar het is niet echt heel erg vies.
Nou, leuk dat jullie keken naar deze video. We hopen dat jullie iets hebben gehad aan onze tips. Tot de volgende Kaap de Keuken en veel succes met koken. Doei!